Veel Tilburgers komen een kijkje nemen bij de plek waar het gisteren zo misging. Tramtoerisme heet er, geloof ik, hè? Het station wordt verbouwd en er wordt een doorgang gemaakt voor fietsers onder het spoor door. Bij die werkzaamheden kwam gisteren een betonplaat naar beneden. Eén man raakte ernstig gewond, maar is buiten levensgevaar. Op de spoorlaan wordt vandaag druk gespeculeerd over hoe het zo mis kon gaan. Bij die werkluien, die zal het misschien niet zeggen dat het eigenlijk misschien door de uitschraving is geweest. Nou, gelukkig maar één persoon is wel één te veel, maar vertel ik dat er 120 mensen onder gelegen. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar het ongeval, maar wat er is gebeurd is voorlopig nog onduidelijk. Een ongeval als dit, dat heeft altijd een heleboel factoren. Dat moet je eerst goed en grondig onderzoeken voordat je conclusies trekt. De werkzaamheden op het station zijn niet gestopt. Ook na het ongeval werd er gewoon doorgewerkt. Veel Tilburgers begrijpen niet dat er geen bouwstop is ingesteld. Dan gebeurt zoiets wat volgens mij toch ook op de mensen die daar bezig zijn toch behoorlijk wat impact zal hebben. De show must go on, denk ik. Ik denk dat alles te maken heeft met de tijdsdruk die hier op zo'n project zit natuurlijk. Ik denk die treinen die moeten volgende week weer rijden. Cost by cost dus. We hebben daarna wel goed gekeken of andere werkzaamheden door konden gaan. De arbeidsinspectie heeft ons daar ook advies op gegeven. Ondanks het treurige ongeval dat is gebeurd, moeten we ook door met het werk. Wij willen alles op alles zetten om aanstaande vrijdag de treinen weer te laten rijden bij Tilburg. En we willen, het werk moet ook gedaan worden. Of het inderdaad geen vertraging op gaat leveren, kan ProRail nog niet zeggen. Maar de Tilburgers blijven er vooralsnog cool onder. De treinen lopen volgens mij toch nooit op tijd, dus.